Opgave 21. Omzetbelasting. Wat houdt het kasstelsel bij de omzetbelasting in? Toepassing van het kasstelsel houdt in dat de ondernemer de omzetbelasting pas verschuldigd wordt op het moment van ontvangst van de vergoeding. Het moment van het verzenden van een factuur. Het factuurstelsel waarop de omzetbelasting is gebaseerd, is nu niet van belang. Welke ondernemers mogen in principe het kasstelsel toepassen en waarom is dit toegestaan in die gevallen? In zijn algemeenheid gaat het om ondernemers die leveringen en diensten aan en voor particulieren verrichten. Het kasstelsel is in die gevallen toegestaan, omdat niet de verplichting bestaat aan particuliere facturen uit te reiken. Noem enkele voorbeelden van ondernemers die desgewenst van dit stelsel gebruik mogen maken. Voorbeelden zijn kappers, marktkooplieden, winkeliers, glazenwassers, garagehouders, rijwielherstellers, horecabedrijven, autorijscholen, supermarkten. Wat is het verschil tussen een vrijstelling voor de omzetbelasting en het nultarief? De omzetbelasting kent een groot aantal vrijgestelde leveringen en diensten. Bijvoorbeeld alle leveringen en diensten door artsen en ziekenhuizen en de verhuur van onroerend goed. Een vrijstelling heeft tot gevolg dat de in rekening gebrachte omzetbelasting niet als voorbelasting mag worden verrekend. Het nultarief bij export staat verrekening van door de exporteur betaalde omzetbelasting juist niet in de weg. In principe vindt hier de heffing van omzetbelasting in het buitenland plaats.